We zijn hier in Rotterdam bij het atelier van Daan Roosegaard. Met zijn Smog Free Project is hij al een paar jaar bezig om ervoor te zorgen dat steden over de hele wereld weer schone lucht krijgen. Nu is hij bezig met een volgende stap, namelijk hetzelfde doen, maar dan op fietsen. En wij gaan kijken hoe dat precies werkt. Hoi. Hey. Alles goed? Ja, prima. Ja, zeker. Prima. Welkom. Nou, welkom. Goed, je hebt inmiddels een boel smog verzameld. Dit is Beijing smog. Het zijn particles die zijn 40 keer kleiner dan je haar. Uh-huh. Dus die kan je niet zien, ruiken of voelen, maar die komen heel diep je lichaam in. Uh-huh. En die zorgen ervoor dat je 8 jaar korter leeft. Ik zou je niet een huwelijk vragen. Maar... Laten we dat niet nieuw doen. Precies, ja. Dus dit is 1000 kubieke meter schone lucht. Dit hebben we er eigenlijk uitgehaald en samen geperst. Het gaat eigenlijk over de schoonheid van schone lucht. En misschien is dat wel de nieuwe luxe. Dat een nieuwe luxe niet een Louis Vuitton bag is of een Ferrari of een Rolodex. Maar eigenlijk schone lucht en schone energie en schoon water. Sorry, dat is wat klein voor me. Maar... Want dit is dus bij elkaar geraapt door eigenlijk de smog-free tower. Ja. Dat een soort van stofzuiger is. De grootste smog-stofzuiger van de wereld, als je het zo wil zeggen. Ja. En toen dacht ik van, waarom pakken we niet eigenlijk gewoon een soort mini smog-free tower? Hè? Ja. En die plakken we of smelten we eigenlijk in het stuur. Ja. Terwijl je aan het fietsen bent, zuig je vieze lucht op. Wordt het gereinigd en spuw je eigenlijk schone lucht uit. Zodat terwijl je aan het fietsen bent, je schone lucht in je gezicht krijgt. Heel veel mensen willen niet fietsen vanwege de vervuiling. Omdat het gewoon, het is Beijing op dit moment is iets hetzelfde als 22 sigaretten per dag die je inhaleert. En daar wordt dus nu nog aan gewerkt. We hebben het hier over een prototype. Ja, dit is een eerste prototype. Het is getest in de windtunnel. Ja. Het wordt een soort plug-in op de bestaande fiets. Dus je hoeft geen nieuwe fietsen te maken. Het is eigenlijk gewoon, we pakken het stuur. Het bovenste gedeelte. En daar verweven we iets in. De stroom die het nodig heeft wordt opgewekt door de fiets. Uh-huh. Dat is natuurlijk energie neutraal, uiteraard. Hè? Dat hoort erbij. Ja. Het begon dus met de toren en nu komt er een fiets. Ja. Zo breidt het project de hele tijd uit. Ja, dus... ik denk je moet dingen maken om die wereld te verbeteren. Ja. Niet te veel wachten. Lijkt me een slecht plan. Slecht plan. En waar eindigt het project dan? Uiteindelijk hoop je natuurlijk dat je steden hebt over 10, 15 jaar waarin dit soort projecten niet meer nodig zijn. Het doel is dat het niet meer hoeft. Ja. Dat een schone stad gewoon, dus gewoon schoon, er is. Ja, klaar. Ja. En dan verzinnen we alweer wat nieuws.